Lieve Facebookvrienden van Vacanze col Cuore, goedemorgen en welkom terug bij een andere update. Meestal zien jullie mijn filmpjes vanuit het Gardameer, vanuit Noord-Italië. En vandaag ben ik in het prachtige Twente, in Denenkamp, op Papillon Country Resort. Onze nieuwe en nieuwste opening van deze prachtige glamping. Het is eind oktober, het is herfstvakantie, we zijn bijna volgeboekt en... Er schijnt een prachtig zonnetje hier, dus ik wil jullie heel graag laten zien hoe mooi het hier allemaal is. Ga met me mee. Laten we bij de ingang beginnen met dit prachtig gerenoveerd restaurant, waar ook de receptie en de supermarkt plaatsvinden. Heel modern, heel mooi, met Italiaanse koks, om toch de feeling van Vacanze col Cuore Italië ook in Denenkamp mee te nemen. En hier, wat ook heel gaaf te laten zien is, dit zijn onze mini Land Rovers die jullie kindjes kunnen huren om een beetje te crossen over het park. Naast het restaurant zien jullie ons overdekt zwembad met een kinderbad en een groot bad. En hierachter, last but not least, ook onze spraypark waar jullie kindjes heel leuk deze zomer zullen kunnen spelen. Laten we even een kijkje nemen hier in onze safari tent villages. Het zijn allemaal hele luxe safari tenten met een kachel, een airconditioning en alle comforts die jullie graag willen hebben bij jullie vakantie. En het mooie is dat in ieder dorpje van safari tenten ook een klein speeltuintje voor jullie kinderen is waar ze met z'n allen kunnen spelen. Achter mij bevinden zich de Cottage Prestige, de meest luxe accommodatie die we hier ter plek hebben. Met twee slaapkamers, twee badkamers, een woonkamer met een keuken, verwarming, airconditioning, vaatwasser, magnetron, televisie, noem maar op. Luxer dan dit kan niet. Ik bevind me nu in het deel van Papillon Country Resort, wat ik persoonlijk het mooiste vind. De locatie waar onze twee A-luxuries plaatsvinden. Twee hele luxe glamping accommodaties met een privé hot tub. Met een kacheltje wat op echt hout werkt. Een mooie barbecue. Helemaal in de natuur. Zoals uiterste glamping niveau moet zijn. En ik zou ze ook even binnen laten zien vanuit de buitenkant. Dus je hebt een mooie ruime keuken. Een twee persoons slaapkamer, een badkamer. En als je het trappetje naar boven loopt heb je nog de kinderkamer. Als je een echte vakantiefeeling in een glamping locatie in de natuur wil beleven, dan kan je niet beter zijn dan op Papillon Country Resort. Laten we een kijkje nemen bij onze prachtige zwemvijver, waar je ook een grasveld hebt met deze mooie parasols waar je lekker onder kan liggen in de warmste zomerdagen. Onze prachtige glijbaan. En ons zwemmeertje, dat heel mooi is, heel groot is en waar grote en kleine kunnen spelen. Eerst op het strand en dan uiteraard ook in het water. Lieve Facebookvrienden van Vacanze col Cuore, vanuit Denenkamp was dit het voor vandaag. Ik hoop dat jullie mijn korte video mooi gevonden hebben en dat jullie vooral volgend seizoen een weekendje of een weekje hier zullen doorbrengen. Gelukkig zit alles vol hier, dus wij gaan over een paar dagjes dicht. Dus voor dit jaar is de kans er niet meer, maar zeker wel in 2022. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot ziens of in Denenkamp of in Italië. Ciao, ciao!